We zijn nog steeds op zoek naar de oorzaak van waarom er vanavond nou zoveel stro door alle straten van Groningen ligt, de provincie. We zijn vanuit Scheemda zijn we vertrokken. En volgens mij, als ik hier kijk, zijn we nog steeds op het goede spoor. Ja, dus. Volgens mij zitten we nog op het goede spoor. Ik sta hier bij Kevin. Kevin, jij bent groot fan van normaal. Ja. Maar hoe groot is groot? Ja, heel groot. Hoe komt dat nou? Ja, mooie muziek natuurlijk. Ja, laat hem de achterkant zien van je jasje. Ja. Kijk, dat zegt natuurlijk wel genoeg. Ja, maar als ik nou... Als ik nou zeg mooi warm hier en normaal daar. Waar kies je? Normaal. Toch wel? Ja. Omdat? Ja, kijk, dat is al ouder dan mooi warm. Maar sowieso, kijk, het blijft gewoon bestaan en het is gewoon veel mooier. Maar ben jij ook met zo'n trekker gekomen dan, hier? Nee, zo'n kar? Ik ben met de auto gekomen. Ja, je gaat niet meer met de auto terug, denk ik. Ja, wel, jij rijdt niet. Nee, we slaan hier gewoon in zitten. Ah, je hebt goed gereden. Ja, tuurlijk. Ik ben met mijn broer, dus maar die rijdt niet meer als ze drank heeft gehad, dus dat gaan we niet doen. Verstandig. Hey, heel veel plezier vanavond in de tent. Ja, dat gaat wel lukken. En nou, lekker heuken. Ja, heuken. We gaan nog een baby erin en dus heuken. Heuken, heuken. Wat een gezelligheid. Ja, zeker. Ze gingen doen. Ja, ik sta hier bij twee gezinnen. Bij wie sta ik eigenlijk? Bij? Maxime. En Rebecca. Wij zijn helemaal hier naartoe gereden. We hebben het stroospoor gevolgd. Wat is hier aan de hand? Ja, dit is een buurtfeest, zoiets, van Suddenburen. En dan staat een kermis en zometeen is het normaal in een feesttent. Dus daarom zijn al die gasten op boerenkarrie hier naartoe gekomen. Ja. Ja. Die vinden het ook heel leuk, hè? Ik vind het wel leuk. Kijk zo van, ja. Ja, nou, ik voel me hier een beetje oud. Want of jonge mensen of hele oude mensen. Ja. Was er niemand tussen? Ja, de jeugd van onze leeftijd, zeg maar. Waar ga je dan zo naar? Jullie gaan wel die feesttent in? Ja, tuurlijk. Maar niet vanavond. Nee, je houdt die van normaal? Nou ja, wij gaan naar Q Music, een foute feest. Dat is donderdag. Heel veel. Nou, heel veel plezier. Zeker. Maar nou weet ik wel wat er aan de hand is, dus dat is ideaal. Dan kunnen we nu dit onderdeel stoppen. Ik ben Maxime en dit is Rebecca en wij gaan iets vertellen over RTV Blauwe Stad. En daar kijken wij natuurlijk altijd naar. En dan heb je weer die Anton. Zo'n lekker ding, hè? Ik sta hier bij Johan en bij Chris. Jullie regelen alles qua het verkeer natuurlijk hier. Ja, we doen ons best. Ja. Chris, jij hebt ook 25 jaar heuken in Siddenburen. Jij bent er al jaren bij. Dus. Ja, 20 jaar denk ik. 20 jaar? Ja, 20 jaar. Ja. En ook echt voor het normaal gebeuren dan? Of? Nee, de hele week. We staan hier iedere avond met ons tweeën van vast team. Zo, dus er kwam nog geen tussen. En wij regelen niet verkeerd een beetje. Jij zegt net, van het valt op zich nog mee, hè, qua wagens die hier langs zijn geweest. Ja, hier, door het dorp wel. Ja. Normaal gesproken is hier vol, ligt hier vol met stro. Alle gasten stappen hier uit en dan gaan ze naar de tent. Maar meen jij dat nou wat je net zei? Moet je echt morgenochtend om 9:30 moet je... Morgen vroeg om 9:30, dan ben ik bij mijn bierontbijt. Dan gaan we trekken en wagen door het dorp heen, het hele dorp schoonmaken.
Nou, mensen zitten onze lab te wachten bij de straat met een glaasje bier en dat soort dingen. En, ja, dat is gewoon hartstikke mooi. Het is gewoon een feest op zich. Ja. En jij ook, Johan? Gewoon met z'n tweeën? Met een hele ploeg. Een hele ploeg met trekkers en baken. We gaan met een hele ploeg. Oh! Nee, kom met z'n tweeën niet doen. Nee, een hele ploeg. Nou, ik denk wel 20, 25 man. Dan ben je daar wel niet mee bezig. Want als ik die kant op loop, dan... Het werk op zich valt wel mee. Alleen die pitstop tussendoor. Hè. Tot zover deze aflevering van Mag ik even binnenkijken bij. En ik denk dat het nog lang onrustig blijft hierin. Het prachtige Sittenburen. Bedankt. Tot de volgende maand.